Hallo allemaal, welkom terug bij mijn vlog. Vandaag neem ik je mee achter de schermen van mijn dag op de bouwplaats. Het was een drukke en opwindende dag, dus laten we erin duiken. Ik begon de dag helder en vroeg en pakte mijn helm en veiligheidsuitrusting. We hebben de blauwdrukken bekeken, een korte teambriefing gehad en we waren klaar om de dag aan te pakken. Eerste taak op de agenda: sloop. We hebben een aantal oude bouwwerken afgebroken om ruimte te maken voor het nieuwe project. Het geluid van zware machines en het teamwerk dat daarmee gepaard ging, zetten echt de toon voor de dag. Nu het gebied vrijgemaakt was, was het tijd om de basis te leggen. Het is altijd bevredigend om te zien hoe de fundering vorm krijgt. Het is alsof je de eerste bouwsteen legt van een toekomstig meesterwerk. Werken in de bouw gaat niet alleen over stenen. Het gaat ook over de mensen. Tijdens onze lunchpauze heb ik een aantal van mijn geweldige collega's gesproken. Teambinding is cruciaal voor een succesvol project. Vandaag de kans gekregen om de kraan te bedienen. Absoluut een hoogtepunt. Het veilig hijsen en plaatsen van zware materialen vereist vaardigheid en precieze. Het is een cruciaal onderdeel van het bouwproces. Naarmate de dag vorderde, deed ons project dat ook. Ik heb je een klim gegeven van de voortgang die we hebben geboekt. Het zien van de structuur evolueren is een van de meest lonende aspecten van dit werk. Niet elke dag verloopt soepel. We hebben enkele uitdagingen gedeeld waarmee we te maken kregen en hoe het team deze heeft aangepakt. Probleemoplossing is een sleutelvaardigheid in de bouwwereld. We hebben een dak, deur, kozijn voor ramen gebouwd, veel funderingen gesloopt. We hebben muren gebouwd, we maken stoelen. Soms moeten we hoog in het gebouw klimmen om iets te repareren of te plaatsen op plaatsen die heel eng zijn om aan te werken. Maar we moeten doen wat we moeten doen om het te laten gebeuren. Anders zal de klant het werk dat we voor hem hebben gedaan niet waarderen. Maar al met al is het werken in de bouw leuk. Je leert zoveel dat je een zelfwerkende man wordt en je leert hoe je in teams moet werken. Je leert ook hoe je moet werken, veel dingen maken. Dit was mijn vlog. Ik hoop dat jullie ervan genieten. Doei mensen.